kunstenaars die hier vanavond deze dagen exposeren. Een aantal van hen kende ik al, althans het werk van een aantal van hen kende ik. Met name van Maruska Metz had ik wel eens vaker wat gezien, maar ik wist niet dat je dit allemaal deed. Ik kende de prachtige grote lampen al die daar hangen. Maar de sieraden, ja, het is om te smullen. De beelden van E.A. Siegman van den Berg, ja, die worden door heel veel musea aangekocht en ook tentoongesteld. Die zijn ook redelijk bekend. Dus het is ook, het zijn van die beelden waar je langs loopt. Ik heb dan altijd gevoeld, ik moet er even aan aaien. Dus heel, ja, het mag ook, hè. Dat mag u dus ook doen. Wel voorzichtig, hoor. Suzanne Roeven, dat is een Almeerse, een thuiswedstrijd. En wij hebben heel stiekem net even die geweldige pauwenkraag gepast. Mag dat wel? Mag dat? Hij is prachtig. Prachtig. De schilderij van Charlotte Molenkamp, ja, daar hoef ik eigenlijk niks van te zeggen, maar ze zijn prachtig gewoon. Ze hangen hier ook overal in het gebouw. Overigens, Maruska, ik weet dat jouw ontwerpen ook in Dubai te koop zijn. Ik ben er net geweest, maar ik heb ze niet gezien. Maar nou kan het zijn, ik kwam in een enorme mol terecht met 450 winkels. Daar kan ik dus niks meer vinden. Dus ik heb je daar ook niet kunnen vinden. Ik hoop dat de tentoonstelling goed bezocht wordt. Nou, vanavond is er wel een goed voorbeeld van. En ik hoop ook dat het menig bedrijf mag inspireren tot of de aanschaf of het lenen van één of meerdere kunstwerken. Nou, nogmaals mijn felicitaties. Ik hoop dat u het nog vele van deze prachtige tentoonstelling organiseert. En zo, één keer in een paar jaar, kom ik graag eens even bij jullie langs. Dank u wel.